En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het John Trax, de enige echte. Nou, ik ben toch doorgereden. Ik heb toch de tweede vlog ben ik aan het opnemen. En dat is in het draaien Sterrenkwartier. Sterrenkwartier. Jullie weten het, er is ook een paar jaar terug was dat. Zijn ze flink aan het slopen geweest. Nou, de sloop is nog niet helemaal klaar. Hè? Maar ze waren er onverwachts mee gestopt omdat eerst de mensen nog uit huizen moesten. Dan moesten ze nog nieuwe woningopvang voor vinden. Nou, inmiddels is dat gedaan. En ook deze flat staat leeg. En ook deze flat wordt gesloopt. Nou, ze zijn inmiddels bezig om alle tuintjes uit te graven, op te graven. In ieder geval, dit waren allemaal tuintjes. Dat hebben ze allemaal weggehaald. En zo. Er zaten nog op de raam met de deur in. Ja, ze zijn dus flink aan het slopen. Of ze gaan hier ook weer flink slopen. Dit gaat ook weer plat. En verderop staan er ook nog twee flats staande. Daar verderop, daar zo, waar staat. En ja, die fles die wordt ook afgebroken. Dus ja, dat dus in ieder geval. Die gaan ook nog plat, maar dan moeten ze weer eerst nieuwe woning hebben voor de mensen die daar nu momenteel in wonen. Elke keer ja, gaat er een stuk, gaat er eigenlijk, wordt leeggemaakt. Dan gaan de mensen uit de huizen. En als dan zo'n hele flat leeg is, dan wordt die dichtgespijkerd en dan ja, kan er weer een vergunning komen voor de sloop. Nou, hier hebben ze ook, dat hebben ze natuurlijk, denk ik. Ik weet niet wat ze daar nou daarmee gedaan hebben, maar dit, dit legt ook helemaal braak. En ik denk dat dat wel daardoor komt. Want deze flats, die gaan ook nog plat. Volgens mij, die, ja, die gaan wel plat. Alles wat tegen de weg aan zit wel. En deze, die hebben ze gerenoveerd. Deze blijft gewoon. Dus het is een stukje slopen. En dan sommige flats die niet afgebroken worden, die worden gewoon helemaal gerenoveerd helemaal. Dat is eigenlijk al een hele tijd geleden gebeurd. Maar ik ga toch nog eventjes een rondje lopen om even te laten zien. Zo'n flat slopen, want je hebt aan de andere kant van deze flat heb je een lift. Dat is wel heel erg spectaculair. Ja, ik kan daar nooit bij wezen omdat ik dan aan het werk ben. Maar dat is echt een spectaculair gebeuren als je die lift plat gooien. Nou, oh, ik ga niet helemaal, denk ik, daar rondlopen, want het is, jeetje zeg, het is een drassig ding. Daar ga ik niet helemaal heen lopen. Maar in ieder geval, daar dus is die lift. En hier ook, volgens mij het laatste huis, helemaal bovenin, daar hebben een maat van mij gewoond. Die man is helaas overleden. Maar ja, deze flat gaat dus ook helemaal plat. Ik kan wel even zo gelopen. Volgens mij staat die ook al leeg, die daar staat. Die gaan ze ook plat gooien. En dan verderop heb je ook nog 1 of 2 van zulke dingen, die gaan ook allemaal plat. Nou, we lopen nou zeg maar naar de intree, lopen we, een galerij. Daar hebben ze zeg maar nou, eens kijk, 44B of 44 in ieder geval. Ja, 44B, of nee, 44A is dit. 44A. Ja, dit is 42A. Maar ja, die huizen die had je daar dus de centrale ingang. En hier had je dan ook nog een paar benedenhuisjes. Nou, jullie zien het. Helemaal met hout. Ze moeten die flat eerst nog helemaal leegmaken. Dus het kunnen wel even een paar weken duren voordat ze echt gaan beginnen. Want ze moeten deze huizen gaan ze eerst natuurlijk altijd helemaal strippen. Dan gaat dat hout eraf. En daar hangt nog een gordijntje, daar hangt ook nog een gordijntje. Maar dan gaat altijd hout halen ze weg, deuren halen ze eruit. Weet ik voor allemaal, dat breken ze allemaal eerst af. Want tegenwoordig moet het natuurlijk allemaal gesorteerd zijn. Nou, dit hebben ze ook helemaal dicht getimmerd. Dit was vroeger ook een huis. Of een ingang van een huis. Ja, oh, je ziet het hier ook, nummer 32 hebben ze overheen geverfd. Dus, ja. De kelderraampjes. Nou, ze zijn even vergeten. Maar ik wou dit nog wel eventjes filmen. Vond ik wel even leuk om dit ook nog even te filmen. Nou, hier ging zeg maar, het traphuis ging omhoog. En hier was dan de centrale ingang. Centrale ingang. Ja. Nou. Een stukje hier huishoudelijk geweld. Hebben ze daar de deur hebben ze helemaal kapot ruit eruit. En daar was dus de lift. Ook die staat helemaal bovenin. De lift. Ja. Dus ja. Oh ja. Het is A, B en C is het. Voor ongeveer vanaf 26 tot nummer 48. Aan de Neptunusstraat. Oh. Dingetjes die hangen er ook nog steeds. En van die mededeling. Dus hier kwam je naar binnen. Nou, en dit waren dan de achtertuintjes van die mensen. Als je dus helemaal beneden woonde, had je dus achtertuintjes en hier dus de balkons. Er hangen ook nog allemaal gordijnen hangen er. Maar dat doen ze heel vaak, dat doen ze al heel lang, doen ze dat al. Dat ze gordijnen laten hangen, want dan is het nog net of dat het bewoond is. Want dat is al zo heel erg lang doen ze dat. Deze al in de jaren 80 deden dat al. In de jaren 80 woonde ik nog in Rotterdam. En daar had je ook altijd ja, heel veel sloop en zo. En ja... Deze dat ook altijd. Er zit een gordijn aan voor ja, het is een klein beetje ziet het er wel uit. Het heeft ook te maken eigenlijk met ja, natuurlijk dat als die al die huizen zo helemaal leeg bij staan, dan gaan op een gegeven moment gaan de ramen eraan. Nou, dit is ook weer zo'n rijtje, die hebben ze helemaal gerenoveerd. Het zijn ook koophuizen zijn dat. Ja. Wie zou 4 hoog in een flatje willen wonen? Ja. En dan zeggen van ja, maar ik heb het gekocht. Ja, sorry maar. Nee, ik zou dat toch niet willen hebben. Ik zou toch niet in een koopflatje willen wonen, maar goed. Nou, ja, deze staat ook helemaal leeg. Ja, deze staat ook helemaal leeg. Die gaat ook helemaal plat. En langs de weg. Oh, kijk nou joh. Er begon zelfs nog kerstverlichting. Er begon zelfs kerstverlichting joh. Krijg nou wat. Kijk. Oh, op mijn camera flikkert het. Maar het staat helemaal aan, staat het. Op de camera zie ik dat het flikkert. LED-lampjes. Oh, nou, hier hebben ze ook al vandalisme gepleegd. Daar hebben ze de ruit ingekinkeld. Ja. Daar hebben ze lekker snel gedaan. Hier is dat allemaal vast. Zo zag het er een beetje, daar verderop bij die eerste flat zag het er ook zo een beetje uit. Maar ja, kan ik ook een beetje uitzoomen? Nee, ik kan niet uitzoomen. Volgens mij, even kijken. Nee, dit is het verste waar ik kan uitzoomen. Nou, ik denk toch, weet je wat, ik ga het toch nog eventjes. Je hebt de tweede vlog ook gelijk in de pocket. weet nog niet, als ik morgen, hier hebben ze ook weer een ruit gekinkeld. Er is een stuk van een kinderwagen legt er nog. Maar ik weet niet of dat ik morgen gaat vloggen, want ja, als ik dan een boswandeling of zo wil gaan maken, dan moet ik dat met mijn telefoon doen. Ja, niet echt. Oh ja, dit is de Uranusstraat. De Uranusstraat. Ik zou daar ook nog even de nieuwbouw laten zien. Daar waren we een keer, een paar jaar terug waren we daar. Was ik daar bij Ger toen ze die huizen gingen afbreken. Inmiddels hebben ze alweer nieuwe huizen daar gebouwd. Ik denk dat dat ongeveer 2 jaar geleden is. Maar kun je nagaan hoe ver, hoe snel dat gaat. Maar nou, dit gaat dus ook allemaal plat. Deze flats gaan ook allemaal tegen de vlakte. Ik zei tegen Ger van joh, hebben ze al ramen eruit gehaald en zo. Maar dat hebben ze nog niet gedaan. Ger zei van wel, maar nee, ze hebben nog niet die ramen, kozijnen en zo eruit gehaald. Ze slopen altijd eerst de kozijnen, slopen ze. Nou. Hier heb je ook weer. Zeker op slot of niet? Ik kan zelfs nog naar binnen. Ik kan zelfs nog naar binnen toe. Ik kan zelfs nog naar binnen. Hier staat de lift naar beneden. Deze is dan nog niet echt helemaal afgesloten, want hier kan je nog gewoon naar binnen. Ik heb eigenlijk niet bij die andere deur geprobeerd. Maar ja, dit gaat dus ook allemaal plat, jongens. Deze flat gaat ook helemaal tegen de vlakte. Daar staat nog een deur open. Dus ja. Maar deze is dan nog niet helemaal vrijgegeven. Het kan zijn dat er in een van die huizen toch nog iemand woont. Dat er nog 1 of 2 gezinnen zijn. Oh ja. Als je hier kijkt, ik zou dat goed kunnen inzoomen, zie je nog de boiler zitten. Deze huizen hadden vroeger ook een boiler. Oh, zo. Dus ja. Gemeente Nissewaard, wat staat er eigenlijk op die boom? Binnenkort wordt deze boom gekapt. Deze boom gaat dus weg. Die andere dus ook, deze. Die gaan ook allemaal. Overal waar zo'n bandje op zit, die wordt binnenkort gekapt. Dus ja, deze gaat dus ook plat. Een beetje mooie graffiti daar zo. En dit is dus de eerste flat die ik er net filmde. En dan daar zo, dat eerste huis boven. Daar woonde die maat van me, Harm. Ja, de man is... Een paar weken nadat mijn vader overleden is, was hij al overleden. Maar deze gaat dus ook plat. En dit zijn dan die koophuizen. Er staan ook een heleboel van leeg. Ja, wie wil er in een koophuis wonen? 3 hoog. Ik in ieder geval niet. Ik zou er niet aan moeten denken. Maar goed, er is dus nog een hele hoop te filmen in Spijkenisse. Een heleboel slopen, een heleboel nieuwbouw, wat ze er weer terug voor gaan zetten. Dus ja, ik hou jullie op de hoogte van de werkzaamheden, de sloopwerken. En wanneer ze klaar zijn, ga ik er nog even een keer naartoe. Ik vond het wel even leuk om dit even allemaal te filmen eventjes. En ja, ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Dit was weer een vlogje van mij. Ik zou zeggen jongens, ja, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ja, dit was Sterrenkwartier jongens. De groeten van deze kant. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Bye bye. Hoi. En ik hoop dat mijn camera het dan weer doet. Hoi.